Ik heb de vorige maand al hoorde ik het aan mijn klanten direct de positieve reacties dat het enorm veranderd was. Heel positief van dadelijk van de ontvangst al was het positief. De tafelschikking, het dekken met tafel, het eten als de wijnen. Het is allemaal, moet ik zeggen, 100% vooruit gegaan. Proficiat aan SVV, moet ik zeggen. Ik denk dat we alleen nog één zaak missen. En dat is eerste klasse. En de rest zijn we compleet hier, wat we hier te krijgen aangeboden door de SCV, moet ik zeggen. Echt waar, chapeau. Het is fijn voor hier te zitten. Het is ook allemaal mooi aangekleed. Het is echt gezellig, ook als vrouw, voor naar de voetbal te komen. Als het een goede match is, dan speelt dat zo geen rol dat ze winnen en als je in eerste klasse speelt. Maar natuurlijk, als het minder goed gaat, dan gaan de klanten rapper reageren op alles wat negatief is. En als je dit hebt, zijn we enorm vooruit gegaan. En je denkt dat de mensen hier weinig kunnen afbreken. Vroeger konden ze veel afbreken en terecht ook waarschijnlijk. Als dat nu Mercedes-niveau gewoon zijn, maar nu moet ik zeggen chapeau af. Echt waar, nu zijn we enorm vooruit gegaan. Ik kan nu naar mijn klanten toe ook iets aanbieden. Dat we terug de grote ploegen hier halen en dat we dan de sfeer, de echte sfeer van de voetbal kunnen meemaken. Dat is het enige dat nog ontbreekt. Ik zeg niet dat de jongens heel slecht zijn, maar het is nog allemaal nieuw. Ze zijn nog niet op elkaar ingespeeld. Dat moet nog allemaal loskomen. Je ziet dat. Ze zijn nog niet aan elkaar gewend. Ze hebben nog geen echt systeem. Het zal wel komen als je juist zegt wat ze doen op een keer. Ja, dat is een bom en dat is, ja, ze kunnen het. Hè. Alleen het één sleuteltje ontbreekt nog en dat is eerste klasse. Als dat is, dan is het echt superklasse, moeten we zeggen. Dan mogen wij zeker langs Anderlecht, Club Brugge en Genk staan. Dat moeten wij zeker niet onderdoen. Want als ik zo hoor van mijn klanten, zijn ze zeer, zeer positief. En ik moet zeggen, nogmaals proficiat aan SVV.